Cup 2021! Je bent gewoon weer met z'n allen. We zijn een soort van familie geworden. Ik vind het gewoon fijn om samen met vrienden te zijn die ik al lang niet meer heb gezien. Ik zeg, we zijn allemaal vrienden. Een keer iets mogen doen in plaats van thuis zitten. Samen zijn met mensen die dezelfde passie hebben. Gewoon gezellig hebben. Veel plezier ook. Dat we leuke dingen met elkaar gaan doen. Ik voel me gewoon op zijn plek hier. Het is natuurlijk wel jammer dat het Nijmegen Vierdaagse niet doorgaat, maar dan moeten we dan maar even accepteren dat het niet doorgaat. Nou, ik sta hier echt een beetje te genieten. Genieten van de sfeer hier en het feit dat het toch een klein beetje Vierdaagse gevoel is. En dat doet me heel veel goed, juist vandaag. Tegelijkertijd gaan ze natuurlijk wel aan de slag met thema's als vrijheid, democratie en ook met geschiedenis en actualiteit. Dus dat is heel mooi, dat die combinatie van wandelen en ook nog wel leren binnen, dat stellen we zeer op prijs. Wat ik nu bijzonder goed vind, dat het V-team met de jonkies op een gegeven moment zorgt dat het vlammetje levendig wordt gehouden, dat de Vierdaagse op een gegeven moment niet vergeten wordt en dat we dan met z'n allen daar toch nog een keer weer een feestje mogen maken. Ik vond het vooral leuk omdat de jeugd er enorm bij betrokken is. En dan ook nog vrijheid en vriendschap en wat weer nog meer. Ja, tof, superleuk en gezellig. Ik vind het echt superleuk, want het is toch een goed alternatief voor de Vierdaagse. En je blijft toch nog een beetje in conditie dan. Gewoon lopen, denk niet aan pijn en heb plezier. Het is jammer dat we geen Vierdaagse kunnen lopen, maar het is fijn dat je dan toch nog iets kunt doen met het V-team. Het is natuurlijk heel gezellig, je hebt een paar mensen die heb je al in een hele lange tijd niet meer gezien. Ik ben met z'n allen weer gezellig, ja, met elkaar. Heel leuk, gezellig. Het feit dat wij in vrijheid kunnen wandelen, dat is een ongelooflijk goed wat we ook aan iedere generatie moeten overdragen. Dat dat kan, dat dat mogelijk is. En dat is zowel voor de Vierdaagse als voor de kinderen hier iets heel belangrijks. En deze kinderen zijn zich heel bewust van de wereld waarin we leven, de maatschappij waarin we leven. Het is fantastisch dat ze dat uitdragen en dat ze dat jaar in jaar uit ook uitdragen. En die zijn niet alleen met de toekomst bezig, wat natuurlijk jongeren altijd zijn, maar ze zijn ook met het verleden bezig en dat is heel erg belangrijk. Ze praten erover met elkaar en dat is belangrijk. En het is belangrijk dat mensen aan de kant van de weg dat ook zien en met hen in gesprek gaan. Bijzonder, want je loopt niet elke dag achter zo'n tank aan. Ja, super cool met alle voertuigen en trummers en gezellig natuurlijk. Het is met geen woord en geen pen te beschrijven hoe dit voelt en dat dit gewoon kan en mag. Ik ben ongelooflijk blij. Het voelt gewoon goed om hier door de straten te laten zien dat we echt voor vrijheid staan.